misschien bent u in een situatie dat u eigenlijk gewoon niemand meer heeft. Of misschien heeft u heel veel mensen, maar bent u nog steeds eenzaam. Dan is één aanraking van Jezus zijn liefde geweldig. Hij heeft mij geweldig aangeraakt. En ik heb geweten wat het is om alleen te zijn, maar toch niet alleen. Want hij was meer dan genoeg. Hij is meer dan genoeg voor mij. Ook al ben ik getrouwd, is het nog steeds de liefde van Jezus die me elke dag gaande houdt. En die elke leegte in mij opvult. Want soms kan je zo leeg zijn in het leven en probeer je het op te vullen met allerlei dingen. Maar doordat je aan bent geraakt door zijn liefde en elke dag weer een woord van hem mag krijgen, elke dag weer een aanraking van hem mag krijgen. Dat is niet speciaal in een dienst, want als je nou eenmaal een relatie hebt met Jezus, dan is dat iets van 24 uur per dag. En dat wil God ook met u hebben. Maar u moet die opstap hebben, u moet dat punt hebben. En dat geweldige contactpunt is 12 november. Kom naar de vrouwenconferentie en heb ook die aanraking met Jezus. En laat uw hele leven veranderen, want Jezus wil graag in uw leven stappen en laten zien waarvoor u geboren bent. Waarvoor u hier op aarde bent. Misschien heeft u helemaal geen richting in uw leven. Misschien heeft u al 10 dingen ondernomen. Misschien bent u een bedrijf begonnen en het is niet gelukt. Misschien heeft u met bepaalde mensen samengewerkt en iedere keer werkt het maar niet. Maar weet u wat het is? God wil u richting geven in uw leven. En die richting kunt u ontvangen op de vrouwenconferentie. Want die ene aanraking met Jezus kan uw hele leven veranderen. Uw hele leven vernieuwen. Uw hele leven bovenal op zijn kop zetten. Want datgene wat Jezus u wil geven, heeft u nog niet ontvangen en heeft u nog nooit gezien. En nog nooit gehoord zoals hij het u wil geven. Kom naar de vrouwenconferentie 12 november en mis het niet. Nodig uw vrienden, vriendinnen uit. Ook mannen zijn welkom, want ik geloof dat ook de mannen een aanraking van intimiteit en eenheid met Jezus kunnen gebruiken als nooit tevoren. Dus u bent niet uitgesloten, ook u mag komen, ook u bent van harte welkom. Neem iedereen mee, 12 november, vrouwenconferentie, mis het niet. United, we stand. Amen! Because we're all a part of God's body. I know that it's His will that every last one of your needs be supplied.